Een vrachtschip met bijna 2 miljoen kilo zand breekt door midden op de Waal. De zandwinning bij Winsen ligt voorlopig stil. Een vrachtschip op de Waal, beladen met zand, is woensdagmiddag doormidden gebroken. Het schip ligt bij de zandwinninglocatie tussen Deest en Winsen. Hoe het schip heeft kunnen breken is nog onduidelijk. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat lekt het schip geen olie. Voor de zekerheid is er wel een olieboom geplaatst. Dat zijn grote absorberende worsten die voorkomen dat er olie in het water belandt. Hoeveel mensen er aan boord waren, weet Rijkswaterstaat niet. Vermoedelijk is de bemanning van boord gesprongen. De scheepvaart onderving geen hinder, laat Rijkswaterstaat weten. Het is nu aan de verzekeraars om het vrachtschip weg te halen. De zandwinning ligt voorlopig stil. ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn in 2018 gestart met het NABO-programma. NABO staat voor niet actief beveiligde overwegen. Oftewel, deze overwegen worden niet afgesloten door middel van slagbomen. Vanwege de veiligheid moeten deze spoorwegovergangen zo snel mogelijk verdwijnen. Maar in de regio van Nijmegen ligt er nog steeds één. Het NABO-programma moet ervoor zorgen dat alle 180 openbare NABO's voor 2027 worden aangepakt. En dat lukt aardig. Inmiddels zijn er nog maar 28 onbewaakte overgangen, waar deze in Valburg er één van is. De onbewaakte overgangen worden op verschillende manieren aangepakt. De overgangen worden beveiligd of opgeheven door een spoortrap of voetgangerstunnel aan te leggen. Hier in Valburg is gekozen voor een parallelweg langs het spoor. De overweg zou eigenlijk al eind vorig jaar opgeheven moeten worden. Maar voorlopig ligt de alternatieve weg er nog niet. Volgens de bewoners is de verwachting nu dat in november de overgang definitief dichtgaat. Gemeente Overbetuwe laat het volgende weten. De spoorwegovergang Zeegstraat in Valburg is een particuliere onbewaakte spoorwegovergang. In opdracht van de spoorwegbeheerder is ProRail gestart met het proces om de overgang te sluiten. Hiervoor is het nodig dat er een alternatieve route wordt aangelegd om de woning te bereiken, die nu alleen via de overweg te bereiken is. Daarvoor is ProRail met de omliggende grondeigenaren in gesprek om tot een alternatief te komen. De gemeente Overbetuwe is met ProRail in gesprek over het beheer en onderhoud van de nog aan te leggen alternatieve route. ProRail laat weten dat deze onbewaakte overweg nog dit jaar gesloten wordt. In plaats van de overweg komt er een nieuwe weg via de Broekstraat. De bewoners laten weten dat er gelukkig nooit ongelukken gebeuren, maar wel zien ze regelmatig dat het bijna misgaat. De overweg is privéterrein, maar fietsers en brommers zien het vaak over het hoofd en steken het spoor over. In enkele gevallen gaat het dan bijna mis, aldus de bewoners. De exacte planning is nog niet bekend. De onderhandelingen met alle betrokken partijen zijn namelijk nog niet afgerond. Om in de tussentijd ongelukken te voorkomen, zijn er waarschuwingsborden geplaatst. Zon, zee en warmte. Het was vandaag zomers warm en dus gingen we massaal naar buiten. Maar dat Nederlandse zonnetje kan een stuk feller zijn dan het lijkt. Het is dan ook belangrijk om jezelf goed in te smeren. Helaas doet lang niet iedereen dat en de mensen die dit wel doen, doen het in veel gevallen niet vaak genoeg. En dat terwijl de risico's er niet om liegen. Jaarlijks krijgen 70.000 mensen de diagnose huidkanker. Dit betekent dat 1 op de 6 Nederlanders ermee te maken krijgt. Huidkanker ontstaat meestal door te veel blootstelling aan UV-straling. Op een dag zoals vandaag is het dan ook extra belangrijk veel antizonnebrandcrème te gebruiken. Natuurlijk niet. Nee, maar ik loop niet onder de zon, dus... Nee, zeker niet. Nee, vandaag niet. Nee. De mensen die zich niet insmeren vandaag hebben daar verschillende redenen voor. Ik ben half bloedje, is niet nodig. Ik had er helemaal geen zin in. Ben ik vergeten? Niet aan gedacht. Ik heb er geen last van, gelukkig. Maar daar kun je dus wel degelijk last van hebben. De sterfte aan huidkanker is relatief laag. 96% van de mensen die de diagnose krijgt, leeft nog na 5 jaar. Maar als de huidkanker uitgezaaid is, leven er nog 45 op de 100 mensen na een periode van 5 jaar. Gelukkig zijn er ook mensen vandaag die zich wel insmeren. Ja, ik wel. Ik heb me zeker ingesmeerd, 100%. Ja, ik vergeet het eigenlijk 99% van de tijd. Dus ik denk deze keer niet. Ja, nou alleen niet mijn hoofd, maar wel mijn armen. Ja. Ja, en de meisjes ook. Ja. Ja, toevallig. Mijn neus vooral. Ja. Ook deze mensen hebben achterliggende motivatieredenen om zichzelf te beschermen tegen de zon.
Nou, omdat ik heel snel verbrand. Echt ultra snel. En ik heb tatoeages ook, dus dat kan ook nog wel eens misgaan. Dus ik moet er eigenlijk wel goed op letten. Alleen wat ik zei, ben ik niet heel goed in. Nou, het is niet goed voor je vel, hè? En je wil geen kanker krijgen. Die meisjes moet je het goede voorbeeld geven. Oude mensen kregen allemaal huidkanker op de neus. Dus die streng ik goed in. Als je te vaak en heftig verbrandt, beschadigen de huidcellen. Hierdoor kun je huidkanker oplopen en het kan dus gebeuren dat je hier te laat achterkomt. Moraal van het verhaal, goed blijven smeren. Gewoon één keer per dag, denk ik. Twee keer per dag. Ja, ik eigenlijk ook één keer per dag. 'S ochtends en tussen de middag heb ik het gedaan. Ja, zeker. Smeer je in. Twee historici van de Radboud Universiteit gaan onderzoek doen naar de Nijmeegse betrokkenheid bij het Nederlands slavernijverleden. Het is de bedoeling dat de eerste resultaten van het onderzoek al op 30 juni openbaar worden gemaakt. Dat gebeurt in het kader van de herdenking van het Surinaamse feest Kitikoti, waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Het is belangrijk dat de Nijmeegse bevolking zich meer bewust wordt van de gevolgen die de slavernij heeft gehad. Dat kan mogelijk een positieve bijdrage leveren aan het tegengaan van discriminatie in de huidige tijd. Zo denkt het Nijmeegse College van BMW. Dit voorjaar komt de gemeente Wijchen weer in actie voor een groenere gemeente. Dit doet de gemeente door gratis plantjes, bloemzaad en gieters uit te delen. Daarnaast zal er informatie en tips over het groener maken van tuin, terras en balkon gedeeld worden. Wie in Woezik, bedrijventerrein Zesweg, Alverna, Wijchen Zuid, Kerkenveld of Huurlingse Dam woont en zijn tuin groener wil maken, kan terecht op de site van de gemeente. Hier zijn mooie gratis producten te vinden, zoals fruitboompjes, een plantenpakket en een afkoppelstuk voor regenpijpen. Hierbij gaat wel zolang de voorraad strekt. Vanaf 1 mei is het in de gemeente Druten ook mogelijk om zogenoemde leadersubsidie aan te vragen. Deze subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en veerkracht van het platteland. Dit kunnen projecten gericht zijn op cultuur en recreatie. Tot 2027 is er zo'n 73 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. Naast Druten was de subsidie al te krijgen in de gemeenten Bergendal, Wijchen, Beuningen, Westmaas en Waal en Heumen. Dan blijven we nog even bij het warme weer van vandaag. Want die 27 graden zorgden er natuurlijk ook voor dat de ijssalons weer goede zaken deden. Ook in het Nijmeegse Lindeholt liep het terras al snel vol bij een populaire zaak die hier net zijn deuren heeft geopend. Het is vandaag zomers warm en dat betekent drukte bij de ijssalons. Populaire ijsketen Klevers zit nu ook in Nijmegen en dat lijkt als een schot in de roos. De hoorntjes, bakjes en zelfs heuse ijscreaties vliegen over de toonbank. Maar hoeveel van deze ijsjes worden er nou per dag verkocht? Dit is natuurlijk een opstartende zaak, maar ik denk van deze vestiging denk 1500 of 2000 bollen ijs zal wel doorgeschept gaan worden op een dag. Maar voor deze salon mogen we echt niet klagen met zo'n begin eigenlijk en zo'n mooi weer wat het nu is, dat we toch wel tandjes erbij moeten zetten. Naast het mooie weer werkt het ook nog eens mee dat het voor veel kids meivakantie is. Je merkt natuurlijk nu dat de vakanties zijn begonnen en dat de papa's en mama's met de kinderen toch iets een leuk momentje van de dag willen creëren. Dus toch een ijsje komen halen, een horentje of een bekertje. Dus nu is het echt heel lekker weer, dus dan moet je zorgen dat je alles voorbereid hebt. Alles klaar staat voor de dag door te komen, zou ik maar eventjes zeggen. Voor zo'n zomerse dag worden veel voorbereidingen getroffen. Lommer legt uit dat er genoeg fruit moet zijn, bijvoorbeeld verse aardbeien en banaantjes. Eigenlijk moet alles zo goed als aangevuld zijn en klaar zijn voor de dag die komen gaat. Zeker de populaire smaken. Ik denk toch wel Dolvito-ijs, roomijs met stukjes chocola en frambozensaus is wel heel erg populair. En de wat fruitsmaken, dus denk aan citroen, mango, aardbei. Dat is echt wat fruitig door het zonnige weer eigenlijk. Wat ik een lekkere combinatie is yoghurt bosvruchten met citroen. Zeker als het zo lekker weer is. Maar hou je meer van de chocolade- en nootachtige smaken, dan is karamel bijvoorbeeld. Of koekjesijs doet het ook altijd heel goed. Of hazelnoot. Tijd om zelf ook even te genieten van een lekker ijsje. Ja, dankjewel. Naast lekker genieten van je vrije tijd kun je de meivakantie natuurlijk ook gebruiken om op jacht te gaan naar leuke weetjes en bijzondere verhalen. Zo kun je in Museum Kasteel Wijchen momenteel naar de tentoonstelling Gekruid, met pittige verhalen over kruiden en planten. Kasteelmuseum Wijchen heeft een nieuwe tentoonstelling geopend ter ere van het 25-jarig bestaan van kasteeltuin De Tuin.
Dit is een tentoonstelling gekruid in Museum Kasteel Wijchen. En het gaat over de plantenwereld. We wilden de verhalen verder verdiepen. En de tentoonstelling binnen met buiten verbinden. En extra pittige verhalen vertellen aan het museumpubliek. De tentoonstelling begint binnen en gaat verder buiten. Iedereen is welkom. En voor de jongste bezoekers heeft het museum een leuke puzzelactiviteit bedacht. In het kasteel is een introductie in de plantenwereld. En kom je helemaal in een mooie wereld van planten. In het deel buiten kan je je helemaal verdiepen in planten die in de tuin staan. Zoals tulpenbollen en verschillende soorten kruiden, bloemen en planten. Maar ook keukenkruiden, geneesachtige en rituele planten en nuts- en verfplanten. Kortom, er staat van alles. En binnen zijn verschillende verhalen over planten en waarvoor planten gebruikt zijn in het verleden. Wat je kan doen met planten en wat planten voor ons als mensen betekenen. Dit doen ze door middel van het tentoonstellen van objecten met verhalen erbij. Zo heeft Natuurvereniging Wijchen een verhaal gemaakt over het belang van planten en heeft het Museumkasteel in samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland vluchtelingen gevraagd naar een favoriet recept met planten. De tentoonstelling is tot 8 september dit jaar te bezoeken. Zowel in het kasteel als buiten in de tuin kan men zich helemaal onderdompelen in de natuur. Er zijn verschillende activiteiten tijdens de tentoonstelling, zowel binnen als buiten. Ik hoop dat je vandaag flink hebt genoten van het zomerse weer, want voorlopig is het weer even voorbij. Tenminste, morgen begint de dag nog mooi, de zon is er weer vroeg bij en de temperaturen lopen in eerste instantie nog op richting zo'n 25 graden. In de loop van de middag trekt de lucht dicht en krijgen we met een aantal pittige buien te maken, waarbij ook veel regen kan vallen. Ook in de avond blijft het regenachtig. Het kwik zakt terug tot zo'n 12 graden, in totaal valt zo'n 24 mm regen. En dat is zeker niet weinig. Vrijdag is het vervolgens een stuk koeler. Waar het de komende nacht niet kouder wordt dan 14 graden, wordt het vrijdag overdag juist niet warmer dan 14 graden. In de ochtend trekken de laatste buien nog weg en later op de dag blijft het bewolkt met slechts een glimp van zon. In het weekend is het vaker droog en loopt het kwik weer op richting de 20 graden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van woensdag 1 mei. Kijk voor al ons nieuws op rn7.nl. Daar is ook deze uitzending nog eens terug te kijken. Net als de website is ook onze app vernieuwd. Had je de app al, zorg dan even dat je hem update. Morgen zijn we weer terug, dus graag tot dan.